cultuurcafé van de Radboud Universiteit zetten deze week twee trainers van de zelfontwikkelingscursus Avatar. Zij organiseren daar een zogeheten denkstorm om zo met studenten in gesprek te gaan. Avatar kwam door trainingen die zij geven eerder al negatief in het nieuws. De trainingen blijken erg duur en men zou het risico lopen er verward van te raken. De beide trainers willen liever geen commentaar geven. Pita van der Ham, zelf Avatar-trainer, vertelt telefonisch dat zij zelf nooit ervaring heeft gehad met negatieve effecten van de training. Ze wil tolerantie onder mensen verhogen en legt uit dat studenten vaak openstaan voor vrijblijvende activiteiten.